Tom Meeuwse, technische omloop, het zou iets voor hem kunnen zijn. Kevin Pauwels gaf een goede indruk na een fout. Goed teruggekomen in Las Vegas en Sven Nys stond daar toch op het podium met een mooie tweede plaats. Veel supporters uiteraard nog voor Sven Nys in Noord-Limburg. Prachtig omloop, prachtig weer. Een boscross, zoals dat wordt gezegd. De start. En problemen voor Sweek daar aan de rechterkant. En ook Kevin Pauwels, ja, die houdt de benen stil. Een kettingprobleem voor Kevin Pauwels. Jammer, hij mist een start. Toch belangrijk, want smalle passages in het bos. Je komt niet zo makkelijk terug. Corné van Kessel. Die heeft de pole position voor de Zwitser Taramarka. David van der Poel, de broer van Mathieu van der Poel. In een interview met vader van der Poel zagen we dat hij ook niet weet wanneer Mathieu terugkomt. En we zien Kevin Pauwels op twee na laatste. Dan ziet hij toch heel, heel ver. We gaan nog eens kijken. Eerst Sweek in de problemen en dan Kevin Pauwels. Dat moet iets met de ketting zijn. En pech dus voor de, ja, een van de schaduwfavorieten voor het podium. En kan hij dan nog terugkomen in de wedstrijd? Vooraan is het nu Taramarka. Julien Taramarka, de Zwitser. De beste Zwitser van het moment. Van Turnhout en Nys in mekaars geburen. Ja, een grote groep. Dus ja, Van Aert toch redelijk ver met zijn ploegmaats. In die eerste ronde is een verkenning op die prachtige omloop. Een veldrit die een tiental jaar bestaat. Sven Nys won er 6 keer. Niels Albert 3 keer. En 1 overwinning voor Bart Welles. Door de zandstrook, de moeilijkste passage. Taramarka heeft dat goed overleefd. En ook de Nederlanders van Kessel en Van der Poel met z'n drieën weg. En dan Sven van Turnhout en Sven Nys, de twee Svennen, in de achtervolging. Wout van Aert neemt het voorlopig rustig op. En dat is misschien ook maar goed voor de spanning in de wedstrijd. Wie hem bezig zag in Las Vegas, die weet dat hij al in een daverende vorm zit. Taramarka, de snelstarter. Van Kessel voorbij jaar ook niet die snel kan starten. En dan iedereen op het lint in die eerste ronde. Lichte afscheiding, ja, maar ze houden in. De drie koprijders dus. Een groep gaat terugkomen van zo'n 15 al 20 renners. Met Sven Nys daar vooraan en ook Wout van Aert iets verderop. We zijn benieuwd of Kevin Pauwels al is komen aansluiten. Ziet hij daar in een tweede groepje? Inderdaad, daar zagen we hem even aan de rechterkant. Er wordt nog niet echt heel hard tempo gereden, dus dat geeft misschien Pauwels de mogelijkheid om terug te komen. Sweek zit daar en hier is Kevin Pauwels. Hij is vrij snel terug in de buurt van de koprijders. Nog niet helemaal die aansluiting, maar het gaat wel snel. En nog altijd Taramarka in de zandstrook. Wout van Aert is opgeschoven en wat gaat hij keihard door dat zand. Tussen de Svennen door naar een vijfde positie. Wout van Aert, hij laat al zien dat hij in goede vorm zit. Achteraan moet dan Kevin Pauwels uiteraard aansluiten. En dan nog wat ploegmaats van Wout van Aert, Merlier en ook Peters. Ook Adams hebben gezien in die kopgroep. Taramarka nu in vierde positie. Het is even David van der Poel die aan de leiding rijdt. Misschien is het zijn dag vandaag. Dus twee Nederlanders aan de leiding. Dan volgt Sweek. Peters is opgeschoven. Van Aert. Sven Nys moet een kloofje laten. Dat is verrassend. Hier het gevecht op de smalle stroken. Wie komt daar het beste uit? Sven Nys komt hier door met de ploegmaat van Aert. En het is Laurens Sweek voor Dieter Sweek. De Sweeks plegen een koe hier, maar Van Kessel die wil daar voorbij. Van der Poel
en Taramarka. En dan de favoriete. Nijs is ze opgeschoven. Sven van Toornout is weggevallen. Oeh, moeilijke passage daar voor Van Kessel. Laurens Zweek, die gaat weg. Dieter Zweek tracht af te stoppen. En dan Van Kessel. Ja, hij gaat op adrenaline opnieuw voorbij Dieter Zweek. Maar Laurens Zweek, die heeft toch wat meters kunnen wegrijden. In die derde ronde. Dat is knap. Een kloofje. Laurens Zweek, dat hebben we nog zien doen in het verleden. Doet een beetje denken ook aan Michael van Toornout in Las Vegas. Die kreeg ook wat voorsprong van de tenoren. En kon dan een mooie ereplaats vasthouden. Gaat goed door het zand. En dan Peters. In de achtervolging met Van Aert. Het is nu Van Aert zelf. Peters even. De achtervolging geleid. Maar nu Van Aert zelf. En Sven Nys, waar is die naartoe? Pauwels komt erdoor. Sven Nys, nee, dat gaat niet goed. Hij heeft meters moeten toegeven. Nog 5 ronden, dus over halfweg. 11 ronden in totaal in Neerpelt. En we zien dat Wout van Aert bijna in het wiel zit van Laurens Zweek. Laurens Zweek in zijn eerste profjaar, vorig jaar Belgisch kampioen bij de belofte. En Van Aert ook nog maar 21, maar het supertalent van de Belgische cross. Taramarka op een derde plaats en dan denk ik dat het daar niet snel genoeg gaat. Wie kan er nog naar voor? Pauwels wacht nog af en Nijs is terugkomen aansluiten. Maar met Taramarka aan de leiding, nou, dat belooft niet veel goeds. Dan zou het wel eens kunnen dat deze twee voorgoed de pijp uit zijn. Hier het overzicht. Het is Kevin Pauwels. Kevin Pauwels in de achtervolging. Dat is goed nieuws. Kevin Pauwels, net als in Las Vegas, aan een remonte begonnen. Toen kwam hij van de 40ste naar de 5e plaats. Uiteraard wereldbeker. Hier een gewone cross, maar wel met veel toppers. Geen Klaas van Toornout. Die spaant zich voor morgen voor Erpenmeren. Van Aert neemt over van Zweek. Wil dat niet laten gebeuren dat Pauwels terugkomt. Het is een gevaarlijke klant. Ook in de laatste ronde kan Pauwels altijd iets meer. Hij heeft een scherpe sprint. En ze vinden elkaar goed. Van Aert en Zweek. Zweek al winnaar in een cross in Zwitserland in Baden. Ook redelijk goed in Las Vegas. Daar 6e geworden. En problemen voor Sven Nys. Ja, weinig fietswissels, maar een losstaand wiel. En dat is een verklaring dat het niet goed gaat met Sven Nys. Is dat podium voorgoed weg? Hier zijn ze met z'n drieën. Stilaan naar de eindfase, nog 4 ronden. Sven Nys heeft nog wat tijd om naar voren te komen, maar de kloof is toch wel groot. Pauwels die zal even moeten recupereren. Hier de tweede groep, nog altijd met Taramarka, die een van zijn beste crossen op Vlaamse bodem rijdt. Sven Nys daar achteraan heeft kunnen aansluiten, maar de fors invoeren, nee, dat zit er nog niet in. Achteraan Hoijbergs, een beetje de verrassing van die tweede groep. Taramarka in de achtervolging. En Sven Nys is toch aan het opschuiven. Dat is misschien toch een teken dat hij toch nog een gooi naar het podium wil doen. Weer een plaatsje gewonnen. In derde positie. Weer een demarrage van Zweek vooraan. Ja, die heeft gebruik gemaakt van een rustig moment van Wout van Aert. En ze zitten nog niet zo ver. Het tempo was even gedaald vooraan. Dat zien we nu. Taramarka komt vooraan. En dat is misschien wel een verklaring. Ja, Van Aert geraakt niet boven daar. En Pauwels ook niet. En daarom is Laurens Zweek weg. Kijkt achterom. Kan het gebeuren? Kan hij die twee grote namen achter zich laten? Kloof is nog niet groot. Maar Laurens Zweek heeft al mooie dingen laten zien in het verleden.
Man uit Boyschot. Het is wachten op een aanval. Terug met zijn drieën. Van Aert bepaalt het tempo. Dan Zweek. Het ziet er goed uit. En hier in de groep Sven Nys naar de leiding. Pech had dus met de fiets. Maar nu misschien nog. Hij heeft nog een kwartiertje. Misschien kan hij nog iets forceren. Ja, hij trekt door. En dat weet Van Aert natuurlijk ook. Bekijkt Sven Nys nog altijd als een grote concurrent. Maar hij moet natuurlijk af van die Kevin Pauwels. Die is snel op het einde. We kijken naar achter. En die kloof, ja, die is terug wat gegroeid. Maar nu Sven Nys. Hij trekt de gas open. En dan iedereen op een lint. Sven Nys doet een gooi naar het podium. Voorlopig op een vierde plaats. En Taramarka nog altijd in zijn spoor. Vooraan heeft Pauwels het moeilijk. Tussen de marage van Van Aert, want die heeft waarschijnlijk vernomen dat Sven Nys op komst is. Het beste moment in de wedstrijd van Sven Nys voorlopig. Kan hij naar die drie toerijden? Nog altijd waanzinnig populair. We horen dat aan het publiek. Van Aert, ja, die weet het nu. Sven Nys is op komst en hij gaat nog eens harder rijden. En dan is hij Zweek en Pauwels kwijt. Misschien wel de beslissing in de wedstrijd. Op twee ronden van het einde. Niels Albert, zijn ploegleider, ziet dat het goed is. Hij geraakt goed door het zand. Geen verslapping. Wout van Aert. Al in zeer goede doen. Ja, dat is een grote kloof. En Pauwels ontdoet zich van Zweek in die voorlaatste ronde. Dus we gaan geen sprint krijgen voor de eerste, maar ook niet voor de tweede plaats. Ja, en er komt niemand meer. Dus dit zijn de eerste drie in de rangschikking. Een straatvoorsprong heeft Wout van Aert op Kevin Pauwels. Jammer van die pech in het begin. Misschien had hij langer kunnen aanklampen. Al hebben we toch een beetje indruk dat Van Aert doet wat hij wil op dit moment van het seizoen. Sven Nys alleen op een vierde plaats. Is ver van het podium, maar een vierde plaats, daar zal hij misschien toch mee kunnen leven door die pech met het losgekomen wiel. Laatste passages in het bos, niks meer veranderd. Technisch, maar ook toch wel een zwaar parcours op het einde. Zweek, misschien nog een kansje om aan te sluiten bij Pauwels. Maar hij zit toch op zijn tandvlees. Albert. Hij ziet hier zijn Poulin. Roept hem toe. Kan niks meer gebeuren. Rij maar rustig naar de finish. 2-2 wordt het. Het is zover. Wout van Aert. De beste in Las Vegas en nu de beste in Neerpelt. Het is wachten op een echte concurrent voor hem dit seizoen. Tweede plaats, Kevin Pauwels. Goed teruggekomen. En dan zwenken we naar achter. Ja, zo'n 30, 40 meter. Hij is heel blij, Laurens Zweek, met zijn derde plaats. Mooi op het podium met twee grote namen. Oeh, en dan geen Sven Nys meer op de vierde plaats. Nee, die is voorbij gestoken door Tim Merlier. En dan Jens Adams, Taramarka, Van der Poel en Sven Nys pas achtste. Ja, ik heb geprobeerd om de kloof te dichten. En eerst voor ik de kloof probeerde te dichten, kwam mijn wiel los vooraan. En ik moest van fiets wisselen op een slechte moment. En dan heb ik geprobeerd om nog korter te komen. Maar ja, dan weten ze ook vooraan dat ze moeten vol gas doorgeven. En ik heb geprobeerd, maar ik moest over mijn toeren gaan. En dat moest ik even bekopen de laatste ronde. Ik voel me natuurlijk heel goed, anders kan je niet winnen. Maar het is altijd moeilijk te zeggen om, of je nu echt in supervorm of gewoon in normaal hele goede conditie bent. Dus dat is geen exacte wetenschap. En ik hoop dat er nog wat bij kan. Maar ja, dat is bij iedereen het geval. Niemand is op dit moment van het seizoen normaal gezien al een echte supervorm. Dus laat ons hopen dat er bij mij ook nog een beetje bij kan.